Goed, je hebt je weg gevonden naar deel 2 van deze les. In de vorige video heb ik dus de 3 gedichten voorgelezen. Als je nu iedere rijmklank met een letter benoemt, te beginnen bij A en dan B en zo verder, dan krijg je wat we in de poëzie een rijmschema noemen. Schrijf de rijmschema's nu even op bij puntje 2. Opgelet, je hebt niet voldoende lijntjes in je werkboek, maar dat komt omdat het boek de letters per strofe naast elkaar schikt, in plaats van onder elkaar zoals dat normaal gebeurt. Ik toon jullie zo meteen in een screenshot hoe de gemarkeerde rijmklanken eruit moeten zien, gevolgd door de 3 rijmschema's bij de gedichten. Afsluitend doe ik daarna met het groene kadertje, en daarna is het aan jullie om de theorie zelfstandig te verwerken in opdracht 8. Maar dat is natuurlijk volledig vrijblijvend. Als je dat doet, dan kan je de resultaten altijd naar me doorsturen en wil ik daar met veel plezier eens naar kijken. Veel succes en nu al, ja, zelfs in dit tweede deeltje, tot de volgende keer. Hier zie je welke rijmklanken je moest markeren in de eerste 2 gedichten. Door het gebruik van verschillende kleuren is het nu echt niet moeilijk meer om de rijmschema's op te stellen. Bij het derde gedicht is er duidelijk iets misgegaan. Je ziet dat wiskundejuf en geluk qua klinker wel met elkaar rijmen, dus dat zou je eventueel ook nog kunnen aanduiden. De rest is wel juist. Hier zie je dan het rijmschema voor het eerste gedicht. Gedachte krijgt de letter A, maan is B, wachten rijmt op gedachte, krijgt ook de letter A. Gaan rijmt op maan en krijgt ook de letter B. En dan zie je geschreven en leven de C. En gedrukt en gelukt krijgen letter D. Hier zie je het rijmschema van het tweede gedicht. Bestaat en vergaat krijgen de letter A. Kolen en zolen zitten daartussen en die krijgen de letter B. Dan heb je C en D, gezegd, vergeet. Dat zijn andere klanken, dus andere letters. Ademhaalt is half rijm met A, maar ik heb dat toch tussen haakjes gezet. En weet krijgt opnieuw de letter D, omdat het rijmt op vergeet. Staan en maan zijn nieuwe klanken, dus krijgen de letter E. En dan heb je nog bos en los, en die krijgen de letter F. En dan hebben we nog het langste en het lastigste rijmschema. Verhuizen krijgt de letter A. Wiskundejuf B. Geluk, de E is halfrijm, dus B tussen haakjes. Luizen rijmt weer op verhuizen en dat krijgt dus ook de letter A. Borst en roetkorst, die rijmen alle 2, dus je hebt daar 2 keer de letter C. En daartussen heb je alsjeblieft en lief en die krijgen de letter D. Zwanzen en dansen rijmen min of meer, dus die krijgen de letter E. Inpikt en likt zitten daartussen en die krijgen de letter F. En dan heb je nog 4 keer dezelfde rijmklank. Verdriet, niet, griet en opnieuw niet. En misschien ook wel de naam van de dichter, als je hem misschien verkeerd uitspreekt, ik weet het niet. Daniel Biliet. Als je nu in die rijmschema's patronen gaat zoeken, ja, dan kom je uit bij het laatste stukje theorie van deze les. Je ziet dat er 3 soorten eindrijm zijn. Een eerste soort is gepaardrijm, omdat je koppeltjes of paardjes van de opeenvolgende letters in het rijmschema kan maken. Ga eens even op zoek in de vorige gedichten en in de rijmschema's. Kijk eens of daar ergens gepaardrijm tussen staat. De tweede soort is omarmendrijm, omdat de lijn die de 2 A's verbindt, het lijntje dat de 2 B's met elkaar verbindt, lijkt te omarmen. Ook dit kan je vast ontdekken in de vorige rijmschema's die ik zelf al heb opgesteld voor jullie. De derde soort heet gekruist rijm, omdat de lijnen elkaar duidelijk kruisen. De belangrijkste tip is dus om telkens deze lijnen te trekken, om zo te weten welke soort eindrijm je per strofe hebt. Ziezo, dat was het voor vandaag. Bedankt voor je aandacht, succes met de bijhorende vragenlijst en tot de volgende les.
Oh ja, trouwens, nog even toevoegen. De vorm van klankrijm in de titels van de Suske en Wiske strips is stafrijm of alliteratie. Wie het gevonden heeft, proficiat. Wie het niet gevonden heeft, ja, ook proficiat. Dag doldwaze derdejaartjes die druk doorleren. Doei!